Ik ben Bart van Poane Petel, 31 jaar. Ik heb marketingcommunicatie gestudeerd. Ik verdien mijn kost in de farmaceutische industrie. Mijn passie, wat ik geweldig vind om te doen, dat is paintboxen, zeg maar. Dus met boksen met verf. Dit is de eerste schilderij wat ik opgespannen heb. Ik heb al een beetje aangemodderd nog voor deze. Maar dit was eigenlijk het eerste werk waar ik mijn handtekening onder heb durven te zetten. Dit is nu, ik denk een jaartje of... anderhalf, twee geleden deze gemaakt is. En dat kan mijn moeder gegeven, dus die hangt bij mijn ouders thuis aan de muur. In boksen is er een vorm en sport. Boksen is voor de arme man, je hebt er weinig voor nodig. Iedereen kan het. Dus daarom vind ik het wel mooi dat als het in een garage is, het past al bij de sporten. Dus gewoon heel veel proberen. Een schilder die leert zijn kwast kennen, zeg maar. En ik leer mijn handschoenen kennen, zodat ik weet van wat doet... zo'n stoot, wat doet zo'n stoot, wat doet een veeg, wat doet dit materiaal, wat doet dat materiaal. Uiteindelijk om mijn boodschap over te brengen, zeg maar, om dat op het canvas te krijgen. Ik ben Nederlands kampioen amateur geweest in Nederland. Ik vind het boksen iets fantastisch. Je moet terugvallen op een oerkracht die in je zit. Agressie en woede, onzekerheid, angst. Al die emoties weet je te beteugelen. En dat resulteert in zoveel daadkracht. Dus er zit zo'n mooi verhaal achter het boksen voor mij. En als mijn kunst iets mag doen, en als paintboxer iets mag doen, dan hoop ik dat verhaal kan vertellen.